Wat moet er anders in uw wijk of dorp? Met die vraag gaat Leo Middelzee de komende tijd de gemeente door. In aanloop naar de verkiezingen zoeken we belangrijke thema's om voor te leggen aan de lijsttrekkers. Voor het dorp Gautum is het gebied ten zuiden van het dorp een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Er zijn plannen om daar de nieuwe Leeuwardenwijk De Hem te gaan bouwen. Maar daar is Dorpsbelang Gautum het niet mee eens. Op dit moment is de status zo dat er een stedenbouwkundig plan is goedgekeurd door de gemeenteraad. En het wachten is op het bestemmingsplan. Ja, want jullie zijn dus fel tegen het bebouwen van De Hem? Wij zijn tegenstander van het bebouwen van De Hem, omdat wij denken dat we daarmee een stuk openheid van ons dorp gewoon verloren gaat. Dat ten eerste. En ten tweede, er ligt een hele mooie weidevogelpolder en de Hoenspolder genaamd. En die zouden wij heel graag willen behouden. En zoals de plannen er nu voor liggen, denken wij dat de polder verloren gaat. Wij trekken op samen met de Molenstichting die de polder beheert. En Milieudefensie en Klimaatcoalitie. En samen met die partijen proberen we ook de standpunten naar voren te brengen, ook richting de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kan me voorstellen, de woningnood is hoog. Hoe is het in Gautum zelf? Ik denk dat wij een afspiegeling zijn van het totaal. Dus ja. Ik denk dat de woningnood hoog is. Ook hier, ik heb daar geen aanwijzingen voor, maar ik neem aan dat het hier ook niet makkelijk is om te huren of te kopen. Nee, en zo'n hem volbouwen en dan toch in de buurt van Gautum kunnen wonen, is dan niet iets moois? Het zou kunnen, maar ik denk dat we de bijdrage wel hebben geleverd door Wiarda, door Techem, door de Klamp. En daarachter komt nog een wijk. Je kunt alles wel volbouwen en je kunt ook binnenstedelijk herontwikkelen. Je kunt de Middelzee nog volbouwen. Dat is de afweging die iedereen die de politiek moet maken. Maar wij zijn wel voorbehoud van het uitzicht en de weidevogelpolder.